Dit is de infosessie over case management. De inhoud vandaag gaan we het hebben over wat is case management, wat is een samenkomst, waarom doen we case management, wie is er allemaal bij betrokken, wat is Zoom en we gaan echt ook kijken in Zoom, het stappenplan voor case management, risicobepalingen, verdere opvolging nadien in het dashboard, verdere ondersteuning voor Zoom en natuurlijk tijd voor vragen. Zoals jullie weten zijn er vier instrumenten die eigenlijk in kader zijn voor contactonderzoek. We hebben daar eerst contacttracing, waarin dat we de besmette persoon zijn contacten in kaart gaan brengen. Om die eigenlijk in quarantaine te zetten of advies te geven. Dat doen we bij contactonderzoek. In case management gaan we dan vanuit contactonderzoek, krijgen we een trigger dat een besmette persoon in een samenkomst geweest is. En hier gaan we case management voor opstarten, omdat op deze moment niet alle contacten in kaart zijn kunnen gebracht worden. En aan de hand van case management gaan we dat dan wel proberen doen. We hebben ook bronnenonderzoek. Bronnenonderzoek, daar gaan we eigenlijk 10 dagen terug vanaf start symptomen. Of de test van de besmette persoon, om te kijken waar hij mogelijk zijn besmetting heeft opgelopen. In clusteronderzoek gaan we dan weer zien, als er meerdere personen besmet zijn, of we toch nog andere bijkomende contacten kunnen detecteren en daar ook contactonderzoek voor opstarten. Het doel van deze sessie is de kadering van case management. Inzicht in de praktische werking van case management, de praktische werking in Zoom, opvolging cases in het dashboard. Dat is het doel van deze sessie. Dus wat is case management? In case management gaan we dus eigenlijk intensief contactonderzoek uitvoeren. Wij richten ons eigenlijk op bijkomende contacten te identificeren. Vaak nemen we daar ook contact op met een organisator om aan die gegevens te kunnen komen. We volgen daar ook de risicoanalyses die opgemaakt zijn door team infectieziekten. Wanneer doen we case management? We vertrekken eigenlijk vanuit het 1A-script. Dat is een besmette persoon. In contactonderzoek worden daar de contacten geregistreerd in het script. Hoogrisicocontacten, dat zijn de 2A's, de laagrisicocontacten, de 2B's. Als het dan gaat over een collectiviteit, dat ook in het script van het 1A-ticket ingezet is, dan gaat eigenlijk de collectiviteiten naar de collectiviteitenarts. Die gaat daar eigenlijk de verdere opvolging doen. Hier is geen case management voor nodig. Ook niet voor de bedrijven. Daar gaat de arbeidsgeneeskundige dienst het werk doen. Maar voor de samenkomsten was er eigenlijk tot hiertoe niks. En daar is dan Zoom voor ontwikkeld. Dus hier gaan wij case management in Zoom voor doen. Een samenkomst. Dus we hebben eigenlijk een samenkomst. Dat is een situatie waarin verschillende personen bij elkaar komen en mogelijk risicocontact hebben. We hebben die samenkomsten opgesplitst in de persoonlijke samenkomsten en in de onpersoonlijke samenkomsten. In onpersoonlijke samenkomsten, daar is geen case management. Dat is daar eigenlijk niet haalbaar, omdat daar niemand de contactgegevens van de personen heeft. Bij de persoonlijke samenkomsten, daar gaan we eigenlijk wel case management uitvoeren in geval van complexe samenkomsten. En wanneer is dat complex? Als bijvoorbeeld niet alle hoogrisicocontacten in het 1A-script tijdens het contact van de call agent of de field agent zijn kunnen opgelijst worden. Of als er meerdere personen gelijktijdig aanwezig zijn, of die meerdere besmette personen gelijktijdig aanwezig zijn. Mogelijke persoonlijke samenkomsten. Denk aan een feest, een begrafenis, een religieuze ceremonie, activiteit sportvereniging, activiteit vrienden, kennissen, een etentje, een barbecue, activiteit culturele vereniging of activiteit jeugdbeweging. Nu, om te voorkomen dat zomaar één op één contact ook bij samenkomsten komt, daarmee bedoel ik, ik ga een koffietje drinken bij mijn ma,
dat is geen samenkomst. Hebben we die definitie een beetje uitgewerkt? Een samenkomst, dat moet eigenlijk minimum 3 verschillende huishoudbubbels aanwezig zijn en het contact moet langer dan 15 minuten duren. Een praatje aan de schoolpoort is eigenlijk geen samenkomst. Dus we hebben de persoonlijke samenkomsten. Hier is er wel iemand aanwezig dat de deelnemers kent. Of de meeste deelnemers kennen elkaar goed. Maar we hebben ook persoonlijke samenkomsten in een onpersoonlijke setting. Ik ga dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Dat maakt het gemakkelijker, wat ik daarmee bedoel. Ik verjaar en ik geef een drink in een café, ik geef een vat in een café. En ik nodig daarvoor 20 personen uit. Stel, een van de genodigden is besmet en zij kent niet alle personen die mee op die drink aanwezig zijn, dan ben ik daar de organisator dat wel weet wie dat ik uitgenodigd heb. Dus mij kunnen ze contacteren voor een lijst op te vragen. Het café is daar eigenlijk een onpersoonlijke setting, maar mijn drink is eigenlijk een persoonlijke activiteit. Het is dan niet de bedoeling dat de cafébaas gecontacteerd gaat worden met de vraag voor alle aanwezigen in dat café, want hij moet daar geen lijst van bijhouden. Hij gaat daar ook niet alle contactgegevens van kunnen geven, maar het is dan de bedoeling dat je eigenlijk mij contacteert, omdat ik wel weet wie dat ik uitgenodigd heb en ik kan wel u die gegevens geven. Dus, hier op deze slide staan nog een aantal voorbeelden. Daar bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje van een 12-jarige in de cinema. De cinema is eigenlijk een onpersoonlijke setting, maar dat verjaardagsfeestje, daar is iemand dat de kinderen heeft uitgenodigd, namelijk die moeder van die 12-jarige. Die kunnen we contacteren als blijkt dat iemand van die andere besmet was, als organisator van die persoonlijke samenkomst, om daar de lijst op te vragen. Persoonlijke samenkomsten in het script. Ik heb er net gezegd, alles begint eigenlijk in het 1A-script. Als een index, de besmette persoon, wordt gecontacteerd door de call agent, krijgt die call agent een 1A-script en die gaat dan overlopen waar dat die persoon geweest is. Als deze persoon in een persoonlijke samenkomst geweest is, dan gaat hij daar ja aanduiden en dan gaat hij invullen alle gegevens die hij al kent van die persoonlijke samenkomst. Nu, niet elke persoonlijke samenkomst is case management. Daarvoor hebben we ook de triggervragen in het script. En die zie je hier. Hier zie je een voorbeeld waar vooral de vraag is, zijn er contacten in die samenkomst, in dat evenement, waarbij u niet alle aanwezige risicocontacten hebt kunnen vermelden? Dus als de call agent niet alle risicocontacten reeds bij contacten in het script heeft kunnen zetten, dan gaat hij hier een boxje aanvinken. Een andere vraag die er nog komt, zijn er van de volgende evenementen nog andere indexpersonen aanwezig? Dus meer dan één index of symptomatische persoon aanwezig op die samenkomst? Dan gaat daar ook een vinkje aangeduid worden. Dus dat vinkje aanduiden betekent eigenlijk dat wij in SOM een werkorder gaan krijgen. Ja, waarom case management? Ik had er net gezegd, er zijn meerdere geïnfecteerde personen aanwezig of de call agent kan niet alle contacten in dat script invullen. Dus het is wel belangrijk dat iemand probeert, en dat is dan de case manager, in die complexe samenkomsten al de contacten in kaart te brengen en een juiste risicoanalyse voor opmaakt. Daarna gaat diezelfde case manager ook die contacten contacteren en adviseren. Hij heeft daar geen script en forms voor nodig. Hij gaat dat allemaal in SOM doen. Dus één platform dat zorgt dat eigenlijk het hele case management afgewerkt kan worden. Het was ook nog belangrijk dat dat allemaal in SOM komt, omdat we via daar ook nog de opvolging kunnen doen. Dus die gegevens gaan doorstromen naar het dashboard en daar kan er eigenlijk een opvolging gebeuren van de risicocontacten die positief getest zijn. Wie is er allemaal betrokken bij het case management? Ik denk dat ik de meeste partijen al opgenoemd heb. En we vertrekken vanuit het 1A-script, dus de centrale agent, daar start het bij. Dus die kan een trigger geven door middel van de triggervragen voor een werkorder aan te maken in SOM.
Het zou ook los kunnen door meerdere 1A-scripts, waar dat de data-analyst dan gaat zien dat er toch meerdere geïnfecteerde personen aanwezig zijn op een samenkomst, die dat waarschijnlijk niet wisten van elkaar dat ze geïnfecteerd waren. Dat gaat ook een werkorder worden in Zoom. En dan gaat de case voor het eerst doorstromen via Zoom naar de lokale case manager, die dat dan eigenlijk 4 uur de tijd krijgt om aan te duiden dat hij die case gaat opnemen. Die 4 uur wil niet zeggen dat hij maar 4 uur de tijd heeft voor die case af te werken. En indien hij kiest het werkorder niet op te nemen of het werkorder blijft onaangeroerd staan, dan gaat de centrale case manager eigenlijk de case doorkrijgen. Ook Team Infectieziekte is een betrokken partij. Er kan op alle tijden hulp gevraagd worden aan Team Infectieziekte. En als er, als de medewerking geweigerd wordt, is het ook de bedoeling dat de case wordt doorgestuurd naar Team Infectieziekte. En dan gaat zowel de lokale als de centrale case manager voor die case eigenlijk niks meer kunnen ondernemen. Ik heb daarnet gezegd, ik zei het van 4 uren. Er staat dus inderdaad een timer op onaangeroerde werkorders. En die timer die loopt van 9 uur tot 16 uur. Dus een werkorder dat om 9 uur binnenkomt en die blijft onaangeroerd staan, gaat om 1 uur doorstromen naar de centrale case manager. Maar als een case eigenlijk binnenkomt om 2 uur, dan loopt die timer nog tot 4 uren. En dan stopt die timer en blijft die case nog bij de lokale case manager. En die timer begint weer 's morgens om 9 uur te lopen, nog 2 uur verder. En om 11 uur gaat dan, als die case onaangeroerd blijft, dus dat wil zeggen dat als de lokale case manager geen stappen onderneemt in die case, gaat die doorstromen naar de centrale case manager. De centrale case manager kan ook... Een lokale case manager kan ook kiezen om eigenlijk een case sneller door te sturen naar centraal. Als hij al zo weet dat hij het eigenlijk toch dat er geen ruimte is voor die op te nemen, dan kan hij het direct eigenlijk doorsturen. Ook als een werkorder doorkomt, dan kan je daar een melding krijgen via mail. Wat is Zoom? Dus Zoom is het samenwerkingsplatform voor uitbraakmanagement. Dus waar kunnen de verschillende partijen eigenlijk in samenwerken? Die verschillende partijen zijn dan de lokale case managers, de centrale case manager en Team Infectieziekten. Op deze moment gaan wij Zoom gebruiken voor case management. Nadien gaat hier ook bron- en clusteronderzoek in mogelijk zijn. Door de volgende slides ga ik snel doorgaan, omdat ik eigenlijk daarna Zoom zelf ga open doen. Dus even in vogelvlucht, de open werkorders waar die staan, waar je een nieuw werkorder kan aanmaken, een werkorder openen en de gegevens dat je daar ziet, een werkorder behandelen en alle mogelijkheden, maar die gaan we zelfs rustig bekijken. En het werkorder afsluiten. En dan is er ook nog een plaats waar je alle documentatie kan vinden. De reeds opgenomen demo's vindt u daar terug. Het draaiboek voor de lokaal case management en waarin dat eigenlijk Zoom en case management volledig in beschreven staan. De procedures per type samenkomst. En die staan in procedures uitgetypt, maar je kunt die ook in stroomdiagrammen vinden. Door Team Infectieziekte opgemaakt. Ook al frequente vragen dat al gesteld zijn, zijn ook al opgenomen met de antwoorden in Zoom. En dat vind je onder de tab documentatie. Stappenplan voor case management. Dit is ook opgenomen in het draaiboek. Dus het is eigenlijk belangrijk bij case management dat je een aantal stappen eerst onderneemt. Waarop stap 1, we gaan eens goed de informatie bekijken en dan kunnen we beslissen, gaan we dit werkorder opnemen of niet. Stap 2, we gaan bellen naar de index. We krijgen een eerste situatieschets over die samenkomst en we gaan hem informeren over de volgende stappen. Want we gaan hem nog eens terugbellen. Stap 3, we nemen contact op met de organisator. Daar vragen we ook een situatieschets, maar daar vragen we vooral belangrijk de contactenlijst. Met die contactenlijst gaan we dan weer op pad naar de index en we gaan samen met de index de risicobepaling doen per contact aan de hand van de flowcharts opgemaakt door Team Infectieziekten. Nadien gaan we alle contacten contacteren, advies geven. Het kan ook zijn dat we sommige contacten niet bereiken en dan gaan we deze contacten
ook ingeven in Zoom, maar daar gaan we aanduiden dat we ze niet bereikt hebben. Dan stromen ze door naar de call agent en dan gaat die nog een poging wagen, nog een aantal pogingen wagen om die persoon toch te bellen. Indien er enkel een adres is, zal de field agent er langs gaan. En de laatste stap is uiteraard het werkorder afsluiten. Risicobepaling, dus contacten in een samenkomst, daar gaan we risicobepaling voor opmaken. Die risicobepalingen, dat hangt eigenlijk af van de type van de samenkomst, de aard van de setting, de leeftijd van de index. En daar zijn dus per type eigenlijk flowcharts ontwikkeld. Wel is het belangrijk dat je bij de risicobepaling dat je dat doet samen met de index. Hè? Want wij geven eigenlijk niet de gegevens van de indexprijs aan de organisator. Er is geen sprake van risicocontact als er geen daadwerkelijk contact was. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de bruid zit in de wagen met de bruidegom. Ook al is er een index in een andere wagen, dan is er op dat moment geen contact met de bruid en de bruidegom. Dus moeten wij die nog niet opnemen in het contactonderzoek. Indien een risicobepaling niet mogelijk is, dan bekijken we de omstandigheden. De ruimte, de duurtijd, het type van het contact. En hierdoor zullen we toch nog een risicobepaling kunnen maken en eventueel voor een volledige groep. Daarmee bedoel ik als het heel moeilijk is voor de index om te weten met wie ze contact gehad hebben, omdat alle personen door elkaar lopen of de index had zelf te veel gedronken op die bruiloft. En dan gaan we toch nog kijken, ja, waar vond dat plaats? Was dat binnen? Was dat buiten? Hoe lang heeft dat geduurd? Is er gedanst? Zo die dingen. Goed. Dus er zijn flowcharts voor begrafenissen, activiteit, vrienden of familie, religieuze ceremonie, feest, culturele activiteit, jeugdbeweging, sportactiviteit. Dus per type samenkomst is er eigenlijk een flowchart opgemaakt. Goed. Dan nog kort iets over de verdere opvolging in het dashboard. Over verdere opvolging in het dashboard gaat nog een moment voorzien worden apart om dit uit te leggen. Ik ga daar al kort van zeggen wat je kan zien in dat werkorder. Dus je kan in dat dashboard kan je eigenlijk zien de werkorders die binnen uw grondgebied bestaan. Ofwel zijn die uitgevoerd door een lokale case manager, ofwel door een centrale case manager. Ook werkorders buiten uw grondgebied waar er minstens één contact uit uw ELZ of een lokaal bestuur bij betrokken is. En werkorders uitgevoerd in samenwerking met lokale case manager van een andere ELZ. Want dat kunnen we ook in Zoom. We kunnen ook samenwerken met andere gemeentes. Die gaan we ook kunnen terugvinden in dat dashboard. Wat we niet gaan kunnen terugvinden in dat dashboard zijn de cases die dat we eigenlijk doorgestuurd hebben naar die team infectieziekte, omdat de persoon niet wou meewerken. Dus daar gaan we verder geen informatie zien. Dus het dashboard ziet er eigenlijk zo uit. Dit is de printscreen van het dashboard. Je kan daar selecteren op de type samenkomsten, op de provincie, op de eerste lijnzone, op de hoofdgemeente. Zelf kiezen van ik ga alleen degenen bezien die daar afgerond zijn of die we daar opgevolgd worden door lokaal. Of enkel degenen zien waar dat er toch wel meerdere, een grote cluster is. Of je kan ook op ID zoeken en de ID is eigenlijk het unieke ID-nummer dat er bij die samenkomst in Zoom gebruikt wordt. Wat zie je dan? Als je eigenlijk per werkorder kan je eigenlijk meer detailinformatie zien. Dan kan je zien ja, wie dat het opgevolgd heeft, vanaf wanneer het was tot wanneer het was. Hoe het afgerond is en het aantal contacten die er uiteindelijk uit doorgevloeid zijn. En ook de positiviteitsratio eigenlijk berekend op het totaal aantal contacten. Verdere ondersteuning in Zoom. Dus wat staat er nog op de planning? Dus de infosessies, de brede uitrol in Zoom, dat was donderdag geweest. Hè. Deze week zijn we eigenlijk gestart met de infosessies case management. Er wordt maandag denk ik nog een testcase naar jullie doorgestuurd. Die testcase is eigenlijk een case die dat jullie eens kunnen proberen in de UAT-versie van Zoom. Dat is de testversie van Zoom.
Daar moet je geen schrik van hebben. Dat gaat niet doorstromen naar federaal. Die contacten gaan niet echt PCR-codes krijgen en in quarantaine moeten. En de week erop is er eigenlijk een feedbackmoment samen met de lokale field agent gepland. Dat loopt van 5 juli tot 16 juli. En dan gaan er ook nog na 19 juli case management cafés ingepland worden. Ondertussen hebben jullie misschien al echte cases kunnen opnemen. En dan kunnen we hier eigenlijk nog wat antwoorden bieden of nog wat samen praten over werken in Zoom. Deze slide duidt aan wie je kan contacteren voor wat. Voor inhoudelijke vragen contacteren we team infectieziekten. Als het eerder organisatorische vragen rond Zoom gaan, dan kan je contact opnemen met Gert-Jan. Technische problemen of feedback in Zoom, dat is eigenlijk via het feedbackdocument. Als je technische problemen ondervindt of toch verbeteringen wil zien aan Zoom, en dan vul je het feedbackdocument in. Technische vragen met betrekking tot case management, dat kan je naar Zorgatlas sturen. Iets over de financiering, daar zijn de mailadressen over gekend, staat hierop, dus daar ga ik dan vanuit. Bijkomende ondersteuningsnood als eerste lijnzone, kan je contact opnemen met Vivel, en dat is Nikki. Goed, zijn er hier nog vragen over? Er zijn geen handjes. Er zijn geen handjes. Oké, dan gaan we nu direct over naar Zoom. De roze versie is de testversie. Hè? De blauwe versie is de productieversie. Dus ik ga nu werken in de roze versie. Jullie moeten hier ook jullie testcase in doen. Maar weet, als het over een echte case gaat, dat je naar de blauwe versie moet gaan. Hè? Het verschil zit daar in UAT. Als je die UAT weglaat en het is gewoon sum.zorg, dan zit je in de blauwe versie. Je kan hierin aanloggen met jezelfde account als in de productieversie. Ik zit hier bij de open werkorders en bij de open werkorders zie ik inderdaad dat cluster ID. Je kan dat cluster ID kopiëren als je wilt door daar dubbel op te klikken. Dat is dan gemakkelijk als je dan naar het dashboard, dat dashboard vind je in de controletoren terug, en je voegt dan dat cluster ID in het dashboard in, kan je eigenlijk dat cluster ID nadien opvolgen. Dus door hier op te dubbel klikken heb je dat gekopieerd. Goed. Hoe een status van het werkorder onaangeroerd, om te voorkomen dat dat naar centraal gaat doorsturen, gaan wij eigenlijk bij status in behandeling door lokale case manager hier al aanklikken index nog niet bereikt. En dan gaan we eigenlijk voorkomen dat dat na 4 uren doorstroomt naar centraal. Dus dan ga je ook zien dat dat eigenlijk hier aangepast is naar in behandeling door lokale case manager. Het is de bedoeling dat je daar nu iets mee doet, want als je daar niks meer mee doet, dan blijft dat gewoon bij u in behandeling staan. Als jij hier geen actie onderneemt, gaat dat ook niet meer doorgestuurd worden naar centraal. In info potentiële cluster kan je meer informatie vinden over de cluster, over de index dat daar aanwezig is, ook over het type van samenkomst. Dat is belangrijk dat je weet van welke risicobepaling moet ik erbij nemen. En dan is eigenlijk de eerste stap dat je gaat doen, is hier de index contacteren. In dit geval is dat Dias. En dan gaan we onze status wijzigen naar index gecontacteerd. Als we die index aan de lijn hebben, dan gaan we daar ook nadien een verslagje van maken. Belangrijk is dat we daar eigenlijk de gegevens krijgen van de organisator voor die contactenlijst op te vragen. Dat we ook al eens een eerste idee hebben van hoe dat de samenkomst georganiseerd is. Want het is belangrijk dat we eigenlijk de risicobepalingen doen aan de hand waar dat de index aanwezig was. Stap 2. We gaan elke stap ingeven, bij elke stap best ook een opmerking schrijven. Stap 2 is dan eigenlijk de contactenlijst opvragen.
Die contactenlijst opvragen, dat kan je eigenlijk op verschillende manieren doen. Je kan dat via mail doen en die versleuteld laten doorsturen. En dan kan je die hier uploaden. Je kan ook een link doorsturen naar de organisator. En dan moet die eigenlijk contact per contact ingeven. Als dat gebeurd is, gaan die contacten ook hier ineens staan. Dus dat is, voor ons is dat heel gemakkelijk voor de case manager. Die gaan hier al staan en die kunnen gewoon door een eenvoudige klik eigenlijk overgezet worden naar de Zoom-contacten. Je kan ook een aanwezigheidslijst zelf gaan opvragen. Dus eens dat we die aanwezigheidslijst hebben, dan gaan we eigenlijk naar de volgende status en dan gaan we eigenlijk de risicobepaling starten. Dus die risicobepaling doen we samen met de index. We gaan met de index overlopen wat soort risicocontact het was, wanneer het laatste contact is. Meestal is dat op de dag van de samenkomst, maar dat kan ook zijn, zeker als dat over een vriendenactiviteit gaat of over gezinsleden gaat, dat laatste contact eigenlijk op vandaag was. Dus dat moeten we hier ook bepalen. Dat bepalen we allemaal met de index. Goed, dan gaan we een contact aanmaken. Dus we gaan dat contact toevoegen. Ik had er hier al gegevens klaargezet. Een Rijksregisternummer. Als wij het contact aan de lijn hebben, vragen wij het Rijksregisternummer aan het contact. Dat zijn gegevens die je niet kan vragen aan de organisator. Weinig mensen kennen elkaars Rijksregisternummer. Waarom is dat Rijksregisternummer toch belangrijk? Dus als wij het contact aan de lijn hebben, vragen we dat Rijksregisternummer. Dat is belangrijk voor de volgende stappen. Voor de opvolging, maar ook voor de PCR-code, dat we die kunnen koppelen aan dat Rijksregisternummer. Voor de opvolging in het dashboard. En ook voor het quarantaineattest op te sturen. Dat is belangrijk dat daar dan dat Rijksregisternummer bij staat. Het mobiele nummer, graag een gsm-nummer, omdat de mensen dan daar, het contact gaat daar dan zijn PCR-code door ontvangen. En een mailadres vullen we ook in. Als er een quarantaineattest moet opgestuurd worden, gaat dat via het mailadres komen. Hebben mensen geen mailadres, dan gaat het in hun e-box komen. Dus we gaan zoveel mogelijk gegevens invullen, dat we eigenlijk weten van dat contact. En een postcode is een verplicht veld. Stel, ik heb het contact niet kunnen zelf bereiken en de organisator weet eigenlijk niet waar dat die woont. Hij heeft er alleen maar een telefoonnummer van. Dan kunnen we daar niet de postcode invullen. Dan gaan we daar de postcode van de samenkomst invullen. Wat we ook altijd doen, is eigenlijk een index koppelen aan een contact. De laatste datum van contact, die hebben we overlopen met de index. En dan kunnen we kiezen, is deze contact door je u bereikt, ja of nee? Dus als jij hem zelf aan de lijn hebt, of je bent er zelf op huisbezoek geweest en je hebt er al de gegevens van, dan ga je hier ja aanduiden. Hij heeft de medewerking aanvaard, want anders kunnen we niet verder niks meer doen. En het was een hoog risicocontact, dat hebben we ook vastgesteld aan de hand van de gegevens dat we gekregen hebben van de index. Dat gaan we niet zelf vragen aan het contact. Wij moeten zeggen wat soort contact hij was. En dan gaan we verder gaan met ons script. En dan gaan we vragen of dat die persoon gevaccineerd is, ja of nee. Indien deze persoon volledig gevaccineerd is, dat wil zeggen zijn twee dosissen gekregen heeft, of bij Johnson Johnson één dosis en 14 dagen later na de laatste prik, dan is iemand volledig gevaccineerd. Dan gaan we vragen, heeft hij symptomen? Indien hij symptomen heeft, ja, werken we ook nog eens met hoofdsymptomen en bijsymptomen. Waarom is dat belangrijk? Eén hoofdsymptoom geeft het advies, en het advies volgt daar gewoon onder, dat die persoon naar de arts moet gaan. Als er maar één bijsymptoom is, dan ga je toch het advies geven dat hij zich moet laten testen. Die persoon gaat dan ook een PCR-code krijgen. Hebben we twee symptomen, dan gaat hij eigenlijk ook naar de arts moeten gaan. Zo, dat is als hij volledig gevaccineerd is.
Indien hij niet of deels gevaccineerd is, als hij symptomen heeft, gaan we weer werken met die hoofd- en bijsymptomen. Dan gaan we hem ook naar de arts sturen bij één hoofdsymptoom of twee bijsymptomen. Indien dat hij geen symptomen heeft, gaan verdere vragen komen. Gaan we kijken, ja, is de index eigenlijk een huisgenoot? Is u positief? Is hij eigenlijk nog in zijn isolatie? Ja. En is hij nog in isolatie en is hij in strikte isolatie? Afhankelijk daarvan gaat eigenlijk ook het advies komen hoe lang hij in quarantaine moet. Als hij in strikte isolatie gaat, is dat 10 dagen quarantaine. Als hij niet in strikte isolatie zit, is dat 20 dagen quarantaine. Dus al die adviezen staan eigenlijk in het script. En dan moeten we ook nog aangeven wanneer die symptomen begonnen zijn. Goed. En de quarantaineplaats, als de quarantaineplaats dezelfde plaats is als we reeds ingegeven hebben, dus thuis, dan moeten we dat adres daar niet meer invullen. Hier is nog de vraag, wilt u dit contact direct verzenden naar federaal? Ja of nee? We moeten het uiteindelijk wel verzenden. We moeten elk dossier, ook al hebben we hem zelf gecontacteerd, doorsturen naar federaal. Doorsturen naar federaal wil bij iemand dat we volledig zelf gecontacteerd hebben, zeggen dat hij zijn PCR-codes en zijn quarantainatest moeten krijgen. Indien we hier nee aanduiden, dan gaat hij dat eigenlijk nu nog niet krijgen. Dan geeft dat de mogelijkheid om nog dingen aan te passen nadien. Dus eventjes geduld. En dan kunnen we hier nog iets aanpassen. Stel van, ja, die ging nog terugbellen naar ons voor zijn e-mailadres door te geven. We hebben dat nu bijgevoegd, dan gaan we dat doorsturen naar federaal. Dus dat is eigenlijk de manier waarop dat we contacten invoeren in het script. Als alle contacten ingevoerd zijn, dan kunnen we het eigenlijk afsluiten. En dan kunnen we weer naar de status gaan en dan kunnen we dat script succesvol afronden. Alle contacten zijn ingevoerd. Het is eigenlijk succesvol afgesloten. Wij vragen eigenlijk om daar dan toch ook nog een score op te geven. Hoe relevant was dat case management? Nou, we hebben daar toch wel wat risicocontacten ingezet. Dus dan kan je zeggen dat dat was zeer relevant voor te doen. Eén risicocontact dat anders nooit bereikt was, hebben we hier kunnen bereiken. Hoe relevant waren de gegevens? Dat gaat eerder over de gegevens die je krijgt in de info-potentiële cluster. Heb je daar alles mee kunnen doen? Heb je de index kunnen contacteren met die gegevens? Of heb je nog andere stappen moeten ondernemen? Heb je nog de controletoren of script en forms moeten gebruiken? Dan gaat je score hier eigenlijk minder goed zijn. Ik kan daar ook nog wat uitleg over geven. Waarom dat we die score vragen is om te kijken of we dingen moeten aanpassen aan de manier dat eigenlijk de infopotentiële cluster doorkomen. Dus al uw opmerkingen worden hier meegenomen. Goed. Als die case is afgesloten, dan ga je die terugvinden bij de afgesloten werkorders. Dus dan gaat die eigenlijk hier bij de afgesloten werkorders te vinden zijn. Wat ik misschien ook nog even wil laten zien, is hier is al een andere lokale case manager mee bezig. Deze zijn de contacten dat eigenlijk in het script al ingevuld zijn voor die samenkomst. Dus dat komt eigenlijk hieronder ook, de contacten die al in het script zijn doorgestuurd. Dus daar hebben we... Dan kunnen we nog bevragen wat type contact dat was. Maar weet dat deze persoon is al gecontacteerd door contactonderzoek. Wat we ook nog kunnen doen, is eigenlijk uw werkorder delen met een andere gemeente. Dus dan kan je samenwerken met een andere gemeente aan dat case management. Dat is niet dat je het doorstuurt naar daar, je werkt op die moment samen. Stel dat je eigenlijk de samenkomst wordt aan de hand van de postcode van de samenkomst verleend aan de lokale case manager. Maar stel dat er veel indexen in een andere gemeente wonen, dan kunnen we dat werkorder opnemen samen met een andere gemeente.
Als we nog kijken bij de statussen, wat zijn nog mogelijkheden dat we eigenlijk ergens tegenaan lopen? Bijvoorbeeld, de organisator wenst eigenlijk niet de lijst op te geven, dan hij weigert mee te werken. Dan is de afspraak eigenlijk dat we dat doorsturen naar het team infectieziekte, want we kunnen daar niks eisen. Alles is vrijwillig. We kunnen ook kiezen dat we het werkorder toch doorsturen naar centraal, omdat dat er toch tijdsgebrek is om alle contacten te kunnen, de lijst moet afgehaald worden, of je beslist toch dat je het uiteindelijk niet gaat opnemen. Weet wel, als je het doorstuurt naar centraal en doorstuurt naar team infectieziekte, dan is het ook weg. Hè? Dan kan je er niet aan samenwerken. Als je een hulpvraag doet aan de centrale case manager, bijvoorbeeld omwille van een bepaald contact, bijvoorbeeld Kimassin, hier hebben we een dove tolk nodig voor dat contact. Schrijf hier genoeg informatie in dat de centrale case manager weet wat dat hem moet doen. Okay. En dan kunnen we... Er is al iemand anders in aan het werken. Dat is ook niet echt de bedoeling. Kunnen we eigenlijk een hulpvraag stellen naar... Dus we zijn deze proberen. Oké, dan kunnen we dat een hulpvraag stellen. Oké. En dan gaan we die bij hulpvraag hierboven terugvinden. Een hulpvraag wil zeggen dat jij samen met de centrale case manager voor de vragen die dat jij bepaald hebt, samenwerkt aan die case. Als de centrale case manager de hulpvraag behandeld heeft, kan die bij de status ook de hulpvraag en met de opmerking, ja, Kim gecontacteerd, bij contacten toegevoegd. Jij kan ook zien, hij is bij contacten toegevoegd, dus ik ga de hulpvraag als behandeld stellen. Dan gaat dat terug bij uw open werkorders komen. Het kan ook zijn dat je eigenlijk een case onsuccesvol gaat afronden. En dat kan dan eigenlijk de reden zijn, samenwerking geweigerd, die reden, dan sturen we het door naar team infectieziekte. Maar het kan ook zijn dat je eigenlijk verkeerde gegevens hebt en dat je eigenlijk niks hebt kunnen ondernemen. Het kan ook zijn dat een index graag wil samenwerken, maar heeft eigenlijk geen gegevens van de organisator. Dus dan kan er ook niks ondernomen worden. Het kan ook zijn dat er een communicatieprobleem was. Weet, als je dit aanvinkt, communicatieprobleem hier, met die reden dat niemand die case niet meer gaat overnemen. Dus je sluit het onsuccesvol af. Dus dat wil zeggen, ik duid dat hier aan, want eigenlijk kan daar niemand mee communiceren. Dus kan dat ook niet naar centraal doorsturen, want daar gaan ze het ook niet kunnen oplossen. Ik kan ook zeggen, er was eigenlijk geen case management nodig en na contact met de index blijkt dat het eigenlijk niet echt over een samenkomst gaat. Het is verkeerd ingezet, het was toch maar een 1-op-1 contact. Alle contacten zijn reeds gekend en opgegeven in het script. En ze staan er ook in als hoog risicocontact, want het zou kunnen dat er twee indexen aanwezig zijn waardoor dat we een andere risicobepaling doen. Maar hier heb je dan gezien, iedereen is al gecontacteerd, ik moet niemand niet meer contacteren, dus ik ga het afsluiten. Het zou ook kunnen zijn dat de samenkomst valt buiten die besmettelijke periode, waardoor het eigenlijk ook niet nodig is om eigenlijk case management op te starten. Dus er zijn wel een aantal redenen waarom dat je kan zeggen van nee, case management, het was eigenlijk niet nodig. Goed, dus dat zijn de opties. Dus bij contacten kan je de contacten toevoegen. Je hoeft dan eigenlijk geen script en forms meer te gebruiken. Je moet wel zien dat elk contact doorgestuurd is naar federaal. Bij de opmerkingen kan je eigenlijk zoveel opmerkingen rond die case eigenlijk vermelden. Je kan dat ook onder elke status doen, maar er is nog een apart opmerkingenveld. En dan gaat dat eigenlijk hier gewoon komen te staan, al uw opmerkingen, dan blijft alles verzameld in dat case management. Je kan hier de bijlages en je kan hier de contactenlijst opladen en je kan de case eigenlijk delen met een andere gemeente. Dat zijn de opties in Zoom.
Als je ergens tegenaan loopt, in Zoom, als je zoiets hebt van ja, dat werkt niet goed voor mij, dan is daar de link naar het feedbackformulier. Hier kan je tips of aangeven. Hier kan je ook melden dat iets niet goed lukt, dat je ergens een probleem hebt, dat er een bug is met het systeem. Dat kan je eigenlijk hier aangeven. Wat vind je hier ook nog terug? Hier vind je ook nog een link naar UVS, een rechtstreekse link naar UVS, als dat nodig moest zijn. Documentatie, alle documentatie dat er rond Zoom is, vind je hier ook terug. En ik had er net iets gezegd over meldingen. Hoe kan je die meldingen krijgen? Die meldingen vind je eigenlijk onder instellingen. Dus als je naar e-mailinstellingen gaat en je hebt wat geduld. Kan je eigenlijk klikken hier voor jouw gemeente of voor jouw ELZ, waar dat jij eigenlijk de werkorders van wil zien doorkomen. Dus hier ga ik een melding krijgen als werkorders zijn aangemaakt. Dat is eigenlijk hoe dat je dat staan hebt. Dan kan je reageren op die timer van 4 uur. Dan moet je ook niet om het uur gaan kijken in Zoom. Je kan wachten tot je een melding krijgt. Dus maar hoe meer hokjes je hier aanvinkt, hoe meer meldingen je gaat krijgen. Je kan zo meldingen krijgen voor elke status er gegeven wordt aan een werkorder. Goed. Dan denk ik dat mijn tour rond Zoom erop zit.